Huis Asiana heeft vandaag in een deel van het gebouw haar eigen sprinklersysteem in gebruik genomen. Met de sprinklerinstallatie van het bedrijf ProTech BNV beschikt het bejaardentehuis nu over een efficiënte manier van brandbeveiliging. Wanneer bij een uitbrekende brand de vooraf ingestelde temperatuur in de ruimte wordt bereikt, gaat het systeem af. De pompen en de sprinklers treden direct in werking en het water begint dan de brand deels te blussen. Tegelijkertijd meldt het systeem de brand bij de brandweer aan en schakelt het alarm binnen het gebouw uit. Het gaat om een pilotproject van het bedrijf dat de komende periode vervoer verder wordt uitgebreid, zei Michael Steffens van ProTech BNV bij de overhandiging. NV, dragen wij vandaag de waterleidingssprinkler die wij als pilotproject bij Asiana hebben geplaatst voor twee kamers aan het tehuis over, met de plicht en de zorg dat het overal verder nog door het hele gebouw geplaatst kan worden. En dat ik het veilig gevoel van de bewoners die nu in deze twee kamers met de zekerheid kan waarborgen wanneer ik hier wegga. Het zijn seniorenburgers die niet zelfredzaam zijn. En nu door middel van deze waterleidingssprinklerinstallatie hebben de mensen ook een extra zekerheid erbij gekregen. De afkloppen, maar mocht er iets gebeuren, is er altijd zo dat ze een langere vluchttijd hebben door middel van deze waterleidingssprinkler. Alsjeblieft, en wij horen heel graag van u wanneer we de overige kamers verder mogen voorzien van een waterleidersprinkler. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. We mogen blij zijn dat Asiana is gekozen om dit project uit te voeren. Ook vanwege de risicogroep, de seniorenburgers. Ja. En we zijn zeer ingenomen met het project. We hebben het ook gezien. En het tehuis is blij en we gaan zeker goed gebruik ervan maken en ja, ook goed zien dat het onderhouden wordt. Ja, zeker. Nogmaals hartelijk dank dat jullie Huis Asiana hebben gekozen om dit project uit te voeren. Aldus Michael Steffens van ProTech BNV en Asiana-directeur Osei Yabini. Huis Asiana heeft vandaag in een deel van het gebouw haar eigen sprinklersysteem in gebruik genomen.